Sigaartje, Balhuis? Hé. Hey. Dank u, burgemeester. Zo, doe je tegenwoordig geen antiek? Nee. De nalatenschap van die oude zonderling. Oh ja. Familie had hij niet, hè? Eigenlijk kende geen mens hem goed, hè? Ja. Ik dacht, dan neem ik hem maar mee naar het gemeentehuis. Je zult wel raad mee weten. Dat is best, Balhuis. Loop maar zo ver mee en dan kunnen we het samen op het raadhuis eens bekijken. Hè? Ja, ik zeg. Ze zeggen dat het is antiek. Ja. Ja. Maar ik zou hem niet willen hebben. Goedemorgen, meneer Altena. Goed, sigaartje, meneer de burgemeester. Mooi zo. Dat heb ik in ieder geval. Ja. U hebt ook wat. Hoezo, Balhuis? Je Verlangemans is al 2 of 3 keer hier geweest. Ze zal er wel weer zijn. Alweer? Ze moesten hier een 2e burgemeester hebben. Alleen voor de klachten van juffrouw Langemans. Ja, zegt u dat wel, meneer de burgemeester? Morgen, burgemeester. Goedemorgen. Zet daar maar neer, Bolhuis. En vraag dan of je voor Langemans binnen wil komen. Juffrouw Langemans. Ik heb het lang gedragen, burgemeester. Ik heb geen woord gezegd. Ik heb het allemaal gelaten aangezien. Ik ben niet iemand die voor elk wissel was je naar het raadhuis loopt. Dag, burgemeester. Jij zoekt maar veel. Maar het kan te ver gaan. En het is te ver gegaan. Deze keer kan ik het er niet bij laten zitten. Ik kan me beheersen, maar aan alles komt de wend. Dan wilde ik in de eerste plaats dat er een eind kwam aan uw eeuwige burenruzies en klachten. Wilt u me nu met 1 woord zeggen wat u op uw hart hebt? Met 1 woord? Ja. Niets. Helemaal niets. Dag, burgemeester. Dank u, burgemeester. Ja, we gaan weg, Titi. Dag, burgemeester. Nou. Wat voor een dag is het vandaag? Hey, de 7e hebben we vandaag toch de 8e. Ik wou dat er nou eens voor gezorgd werd dat die kalender de goede datum aanwijst. Hier zijn de stukken over de kwestie van het kampeerterrein, burgemeester. Oh, dank u wel. Ik hoop het zo gauw mogelijk met de wethouder te bespreken. Ja, binnen. Goedemorgen, burgemeester. Hebt u een ogenblikje voor de behandeling van het kampeerterrein? Goedemorgen, Woldering. Je komt als geroepen. Oh. Ga er een ogenblik bij zitten. Kijk, ik heb de map hier. Ik zal je vertellen, de zaak zit zo. We hebben dat terrein achter de boerderij van Pietersen. Je kent het en ik ben er ook geweest en dat lijkt me buitengewoon geschikt. Verleden jaar hebben daar verschillende mensen gekampeerd en ik moet zeggen tot grote tevredenheid. Nou, dat is afgesproken, burgemeester. De behandeling van de plantsoenendienst kan nog wel even wachten, dacht u? Ja, dat kan wachten. Nou, verder hebben we geloof ik niets. Nee.
Oh ja, toch. Ik zit met die lamp hier. De nalatenschap van die overleden zonderling. Eigenlijk moet dat ding publiekelijk worden geveild, maar ik geloof dat dat te veel rompslomp is. Dus, wacht een ogenblik, excuseer. Ja? Ja, goed, ik wacht. Kunnen we daar niet iets anders op vinden? Oh, mijn vrouw die zou zo'n lamp best leuk vinden. Nou, als ik er nu eens een tientje voor geef, doe ik niemand schade, mevrouw, een plezier. Prachtig, neem me maar mee. Mochten er nog erfgenamen komen opdagen, dan ligt er 10 gulden verder. Nou, ik geef dat geld wel aan de secretaris. Goed, goed, morgen opbrengen. Ja, ja zeker, met de burgemeester. Kijk eens. Wat? Nee, kijk nou eens wat ik voor je heb meegebracht. Ik heb zo'n ouderwetse lamp voor je op de kop getikt. Nou, die kun je nou elektrisch laten maken, hè? Nou, ik ga nog even naar de stal. Heb je nog wel water voor me? Nee, dat was dat top, dat zie je toch? Nou, dat heb ik nou vanmorgen. Mijn vraag is nog ook wel eens iets willen hebben waar ik gemak van had. Dat zal ik u zeggen, mevrouw. Wie is ik? Draait u die kraan maar eens open. En u hebt warm water voor de was, de afwas en de douche. En vooral niet te vergeten voor uw man in de stal. Met nachtstroomtarief kost een liter bijna kokend water nog geen 0,5 cent. Ik wou dat u niet langer verstoppertje speelde. Waar bent u? Hier ben ik. Ik kom van het elektriciteitsbedrijf. Maar wat komt u eigenlijk doen? Dat zal ik u vertellen. Laten we maar eens beginnen met het elektrische fornuis. Dit is nou echt iets voor een moderne huisvrouw. Deze elektrische kookplaten worden gelijkmatig verwarmd. En dat betekent... gelijkmatig bakken. Ach. Kijkt u maar. Geen roetaanslag onder de pan. Minder roeren. En geen aanbranden. Alles dus veel zindelijker. En dan de oven. Kijkt u eens. Dat kunt u ook. Dankzij de gelijkmatige warmte en de regelbaarheid. Ja, het is mooi.
Maar wat kost dat allemaal? Nou, dat vraagt per maaltijd ongeveer een kilowattuur. En dat kost u dan een cent of zeven. En wat zegt u hiervan? Een koelkast is veel beter voor het bewaren van etenswaren dan een kelder- of vliegenkast. Het is een besparing op de kosten van de huishouding, omdat de etenswaren niet bederven. Er hoeft dus nooit iets weggegooid te worden. En wat het verbruik betreft, een koelkast als deze kunt u voor 7 centen plus minus 24 uur gebruiken. Dan hebben we daar de mixer. Voor het klutsen van eieren. Maken van het beslag. Dank u wel. Fijn malen van groenten en fruit. En het snel bereiden van vruchtensap. Met de hand gedaan neemt het veel tijd en moeite. Maar de mixer doet dit alles vlug. En goed. Zo'n snelkoker is ook een groot gemak. Binnen 12 minuten hebt u 2 liter kokend water en het kost u maar 2 cent. En als u nou even hier komt kijken... Gaat u maar rustig bij zitten, mevrouw. De waarde van een wasmachine kent natuurlijk iedereen. Maar weet u dat ook een tijdrovend dringen voorbij is? Dankzij de centrifuge. Wordt eruit geslingerd. En de boel komt er winddroog uit. Voelt u maar. Het is te mooi om waar te zijn. Moeder! Ga eens even weg. Daar is mijn... Hij is weg. Ik had een 8. En toen heeft hij een comfort gelezen. Van Aladdin in de Wonderlamp. Aladdin in de Wonderlamp? Nou, dat is prachtig. Ga dan maar buiten spelen. Daar. Dat ik een auto had. Nee, ga weg. Het is toch een wonderlamp. Is me dat wat? Ik wou dat ik een nieuwe jurk had. Maar dat Jan hier was. Gladien, er is hier water in de stal. Wat? Wat moet dat allemaal? Zeg eens, wat betekent dat? Hoe komt dat allemaal hier? Het komt allemaal door die lamp. Wat? Door die lamp? Nou, als je wat wenst, dan gebeurt het meteen.
wens. Niet wensen, niet wensen, Jan. Niks gek wensen hoor, Jan. Ik wou dat ik een konijn was. Wat moet ik nou toch doen? Jan, kom nou terug. Dat is heel ernstig, Klazien. Dat is tovenarij, daar moeten we ons niet meer inlaten. Ik wou dat jij aan het andere eind van de wereld was. Daar zijn we vanaf. Maar nou is alles weg. Ja, vergent. Oh, had ik nou die wasmachine nog maar. Of dat alleen dicht van huis. Dan was die rommel er best allemaal weg geweest. Of die boiler, dan hadden we tenminste warm water. Klazien, hoef maar geen wasmachine te toveren. We kunnen er een kopen. Als we sparen, dan hebben we over een paar jaar al die gemakken verdiend. Weet je nog? Toch heeft die lamp ons geluk gebracht. Mij ook.